De cijfers liegen er niet om. Het fietsgebruik zit in de lift. Op de Vlaams-Brabantse fietspaden zijn de stadsfiets en de gewone elektrische fiets het populairst. Maar ook de speedpedelec boomt. In onze provincie rijden ondertussen al meer dan 6000 van die snelle elektrische fietsen rond. En hun aantal blijft toenemen. Heel wat speedpedelecers ruilden hun wagen in en fietsen nu duurzaam naar het werk. Ook Paul Heikans is een overtuigde bekeerling. Ik doe dit ondertussen met deze fiets 5 jaar. Het traject is van Hulshout naar Leuven, dus 25 kilometer enkel. Vroeger deed ik dat ook al regelmatig met de racefiets, maar dat was toch wel vermoeiend om elke dag te doen. Dankzij deze fiets kan ik het elke dag doen en hebben we thuis onze tweede wagen ook kunnen wegdoen. Dus deze fiets is echt een alternatief voor de auto. Ondertussen doen we het met 1 auto in het gezin. Fietsen is echt genieten. Het is goed voor de conditie en bovendien ook nog eens een keer financieel aantrekkelijk dankzij de fietsvergoeding van de werkgever. Wegbeheerders die bij de aanleg van fietsinfrastructuur rekening houden met de snelle fiets, kunnen rekenen op financiële steun van de provincie. Want meer fietsers en meer snelle fietsen, dat vraagt om betere en bredere infrastructuur. En daar profiteert elke fietser van. Ook fietsnelwegen moeten toegankelijk zijn voor de snelle e-fiets. En om twijfelaars over de streep te trekken, biedt de provincie Vlaams-Brabant sinds 2016 bedrijven de fietstest aan. 3 weken lang kunnen werknemers proeven van elektrisch fietsen. 9 op de 10 mensen die meedoet met de fietstest, die zegt dat ze een heel aangename fietservaring hebben gehad op het einde. En ook 1 jaar later vragen we aan de mensen of ze nog aan het fietsen zijn. En daar zien we dat toch 35% van die mensen het ook echt volhoudt. Dus de mensen blijven fietsen door de fietstest. We hebben begin 2020 de stap gezet om ook speedpedelecs op te nemen in het aanbod. Tot onze eigen verbazing is die interesse echt heel groot. De meeste mensen, of meer dan de helft, die voor een speedpedelec kiest, woont ook op meer dan 15 kilometer van het werk. Dus we zien dat we daar toch een grens verlegd hebben door die speedpedelec in de fietstest op te nemen. Lijkt de fietstest ook iets voor jouw bedrijf? Neem een kijkje op deze website.